Grasalco NV heeft een nieuwe president-directeur. Op woensdag 12 juni vond de officiële benoeming plaats van de nieuwe directeur Linus Dico en de nieuwe raad van commissarissen. In principe de overdracht heeft al lang plaatsgevonden, want ik mag geen dubbele functies hebben. Maar vandaag vond de officiële benoeming plaats van de nieuwe directeur en de nieuwe raad van commissarissen. En de boodschap naar de directeur en in ieder geval naar de raad van commissarissen is dat ze in ieder geval de ingeslagen weg met Grasalco voortzetten. Al dan niet beter dan wat er is geweest. En dat is ook aan ze gezegd. Ik verwacht dat ze Grasalco verder gaan laten groeien dan wat mijn bijdrage is geweest als directeur. En dat ze in goed overleg en in samenspraak natuurlijk met het ministerie de bedrijfsdoelen, de richting van deze regering zichtbaar kan zien in de resultaten van Grasalco. U heeft een goede stempel gedrukt en ook een goede stempel achtergelaten. Wat verwacht u van hun? Nou, niets minder. Ik denk minimaal is dat het bedrijf moet gaan groeien. Met hoeveel, dat zal afhangen van de inzet van de leden. Maar de meeste leden van de RVC op 2 na, die zijn bekend met Grasalco. Er zijn 2 nieuwe leden. De huidige president-directeur, die was president-commissaris. Dus hij is bekend met reilen en zeilen binnen de organisatie. Dus ik verwacht dat ze het bedrijf verder zullen groeien in productie, in activiteit, maar zeker ook in inkomsten voor het land. Mag men nog rekenen op uw ondersteuning? Ik denk dat ik er onderuit kom als minister. Grasalco, ik vertegenwoordig de aandeelhouder. Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. En Grasalco valt rechtstreeks onder het ministerie. Dus wat dat betreft, de visie welke ik heb om Grasalco verder te ontwikkelen. De plaats van Grasalco als katalysator in de mijnbouwsector. Dat mijnbouwrechten worden toegekend als een staatsbedrijf. Als ze in staat kunnen zijn om investeerders aan te trekken voor de productie en ontwikkelen van de mijnbouwsector. Is een heel belangrijk. Dus zeker vanuit het ministerie zal die ondersteuning gegeven worden. Wel, wat we mogen verwachten is eigenlijk meer van hetzelfde. En wat bedoel ik daarmee? In de afgelopen 7 jaren heeft de minister, nu minister van NH, toen hij als directeur van het bedrijf was, heeft hij het bedrijf in een bepaalde richting gebracht. Als u Grasalco kende van vroeger, dan zult u begrijpen wat er in die 7 jaren bereikt is geworden. Nu, wat wij gaan doen, zeker met de 3 jaren ervaring als president-commissaris hier, wat wij gaan doen is wat was uitgestippeld, precies netjes op tijd efficiënt uitvoeren, zodanig dat het bedrijf kan renderen voor de aandeelhouder. En de nu minister Akimboto heeft een markante stempel gedrukt, zeg maar, voor Grasalco. En het is niet meer weg te denken in onze samenleving. Nu heeft u een grote uitdaging voor u. Hoe gaat u dat oppakken? Absoluut, dat de minister een bijzonder stempel heeft gedrukt op het bedrijf. Dat is eigenlijk wat ik probeer te verwoorden van de mensen die Grasalco kennen, van vroeger, nu, die kunnen duidelijk dat verschil zien. De challenge voor ons natuurlijk zit er erin om op hetzelfde voet door te gaan en waar mogelijk te versnellen. Maar we gaan exact door op hetzelfde voet. Grasalco is een bedrijf dat, indien we het op de juiste manier blijven aanpakken, de potentie heeft om uit te groeien tot een bedrijf als staatsolie. Voldoende rendement voor de aandeelhouder. Een van de uitdagingen van Grasalco is ook de in vitro plant. Hoe zit het met dat project? In vitro plant is geweldig. Dat project loopt. En net wat ik u zei, het is op dezelfde voet doorgaan en waar mogelijk processen versnellen. Kijk, bij in vitro plan
is al gepland om rond december met de eerste export te beginnen. Een vitroplant heeft zal uiteindelijk een capaciteit van 8 miljoen planten per jaar hebben. Nu, we willen graag zien dat van die 8 miljoen zeker 90-95% de export richting opgaat. De Grasalco heeft een lange geschiedenis en in de afgelopen 5 jaren heeft Grasalco een bijzondere ontwikkeling meegemaakt, waarbij het bedrijf zich heeft bewezen om een bedrijf te zijn waar de mineralen en eigenlijk onze rijkdommen duurzaam te ontwikkelen. En ik verwacht dat het bedrijf naar grotere hoogte gebracht zal worden met de installatie van de nieuwe president-directeur en de installatie van de nieuwe raad van commissaris. En uiteraard is het onze taak om ervoor te zorgen dat daadwerkelijk toezicht wordt gehouden op het reilen en zeilen binnen het bedrijf. En uiteraard is het een uitdaging, maar wij hebben zoals dat vastgesteld, gaan wij voor die uitdaging. En ik stel natuurlijk het op prijs dat het vertrouwen in mij is gesteld om deze functie aan te gaan.